Als gevolg van de coronapandemie werd elke organisatie verplicht om maximaal telewerk in te voeren. Dat had in heel wat bedrijven een grote impact. Ook Contassure en haar filiaal Contassure Bijstandadvies, gespecialiseerd in pensioenplannen en het beheer van pensioenfondsen voor de gas- en elektriciteitssector, moesten hun werking aanpassen. Alhoewel wij voor de sanitaire crisis een telewerkpolitiek hadden, werd er amper gebruik van gemaakt. We zijn natuurlijk creatief moeten zijn om onze nieuw aangeworvene medewerkers via een digitale programma on board te krijgen. En wat ook veranderd is naar aanleiding van de sanitaire crisis, is dat onze medewerkers goed vertrouwd zijn geraakt met digitale communicatiemiddelen om met hun collega's samen te werken, maar ook om de bedrijven en de aangeslotenen dus een dienst van op afstand te kunnen leveren. Nu de situatie zich stilaan normaliseert, is duidelijk dat telewerk ook in de toekomst een vaste waarde zal blijven. Hybride werkvormen, waarbij enkele dagen op kantoor worden afgewisseld met thuiswerk, worden het nieuwe normaal. Zodra de coronamaatregelen versoepeld worden, verwachten wij onze medewerkers terug naar kantoor voor een paar dagen per week. De terugkeer naar kantoor is belangrijk voor de integratie van onze nieuwe aangeworvenen en het doorgeven van de bedrijfscultuur en van onze waarden. Mekaar ontmoeten blijft waardevol voor de creativiteit, voor de betrokkenheid en voor het vooruitgaan van projecten. Want samenwerking verloopt nog steeds vlotter via informele contacten op de werkvloer dan achter een scherm. Contassure heeft zich voorbereid op het implementeren van een new way of working met de steun van consultant BDO. Alles draait rond de vier B's voor ons. De B van behavior, de B van bricks, de B van bytes en de B van business. In zaken behaviors hebben de teams afspraken gemaakt rond de werkorganisatie. Wat bricks betreft, dat is dus onze werkruimte, zijn we bezig met een verhuis en met de inrichting van een nieuwe kantoorruimte aangepast aan onze nieuwe manier van werken. Wat Bytes betreft zijn wij een ambitieus digitalisatieproject aan het afronden om onze medewerkers van performante tools te voorzien en ook zodoende dus onze operationele efficiëntie te verhogen. Om van de terugkeer naar kantoren succes te maken, is een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden. Een new way of working staat of valt met een aangepaste stijl om teams te coachen. De omschakeling van een klassiek bedrijfsmodel naar zelfsturende teams is goed gevorderd en wordt verder ontwikkeld. In zo'n model is het niet zozeer de rol van het managementteam om instructies en controle uit te oefenen, maar eerder dus het coachen van teams en het bevorderen van goede groepsdynamiek en samenwerking. Dus dat wordt ja, een uitdaging voor ons allemaal naar de toekomst toe. Wel, de komende 6 à 9 maanden gaat het zeer belangrijk zijn om op een georganiseerde manier terug naar kantoor te komen. Je moet dat zorgen dat dat plezant wordt. Maak er desnoods een café van of een festival, maar zorg dat de mensen op een aantrekkelijke manier naar het werk komen en heel belangrijk ook waarom dat ze komen. Dat ze niet komen om daar gewoon te zitten achter hun computer, maar de dingen dat ze vandaag missen thuis, dat je dat probeert te orchestreren op kantoor. Het zal zeker een grote uitdaging zijn om die hybride vorm, een deel mensen op kantoor en een deel mensen thuis, te gaan managen. Niet alleen voor de leidinggevende, maar ook voor de werknemer. Maar we kunnen experimenteren het laatste jaar. We hebben gezien dat sommige bedrijven hebben dat heel goed gedaan. Sommige leidinggevenden zijn echt heel goed in hun teams gaan werken. Anderen hadden het moeilijker. Een traditionele leidinggevende, die heeft zich echt moeten aanpassen en die willen terug naar het oude, naar hoe het was ervoor. Nu, dat mag je vergeten. Die werkvorm van een deel mensen op kantoor en een deel werken thuis, dat gaat de norm worden. En dat gaat heel veel coaching vragen en begeleiding, zowel van de medewerker als van de leidinggevende.
New way of working op lange termijn, daar moeten we vooral denken aan een zeer goede business case. Ik denk dat we een goede business case moeten maken, rekening houden met de vier B's. Dus dat wil zeggen, uw bytes moeten zeker in orde zijn. Daar moet je zorgen dat je heel goede uitrusting hebt rond dat hybride werken, dat dat zeer vloeiend is in uw organisatie. Maar dat wil ook zeggen dat de mensen het kunnen gebruiken, dat het behavior daarop aangepast is. Je moet ook zorgen dat je een kantoor hebt, dat vierde verdiep. Dat mag gerust weg, je kunt daar coworkplekken van maken. Wat dat zeker belangrijk is, is ook je bedrijfsprocessen. Daar bedoel ik mee hoe dat je gaat interageren met je klanten. Je klanten gaan ook thuis werken voor een deel, gaan ook veel meer online, dus dat ga je ook moeten gaan uitwerken.